Stefan van Breugel. Hij roept, het water in het natuurpark is altijd zo helder. Hoe komt dat? Nou, het is mooi helder. We zitten wel aan lage wal, dus het is wat troebel. Hans, jij weet er alles van, hè? Ja, ja. Waarom is dit water zo helder? Durf je dit te drinken? Geef maar. Nee, joh. Ja. Ik maak een geintje. Ja, serieus, dat kun je. Nee, joh, doe normaal. Dit is eigenlijk zuiverder als leidingwater. Daar geloof ik helemaal niks van. Heerlijk, besproef. Ja, dat. Nee, serieus. Nee. Ja, serieus, Gerard. En als ik aan de dunne kom, dan wat? Nou ja, dat zie je dan wel weer. Nee. Het smaakt lekker, hè? Nou, ja, het is gewoon water. Ja, maar er zit wel een extra wat vogelpoep en zo bij. Gadverdorie. Ja, dat geeft juist die aroma erop. Maar hoe dan ook, het water is in ieder geval helder en wij durven het te drinken. Ja, nee, maar hoe dat komt is heel simpel. Deze plas, de plas in het natuurpark, is aangelegd of ontstaan in verband met zandwending voor de aanleg van de A6. Dus er is tot een behoorlijke diepte zand gezogen en vooral hier recht voor, daar zit de diepste plek, dat is 8, 9 meter diep. En wat is er gebeurd? Ze hebben namelijk een onderaardse stroom water losgemaakt, een wel noem je dat. En dat is een wel die van de Veluwe, omdat je hier lager zit, die komt hier weer boven. Dus hier komt eeuwen oud grondwater aan de oppervlakte. En daarom is dat water zo schoon. De Veluwe verdroogt nu wel, maar ja, daar maken wij wel heel goed gebruik van. Want wat doen wij? Vanuit deze plas pompen we door het hele gebied waar een aantal diergroepen lopen, het water door. Dus je houdt daar ook mooi schoon water. En het mooie is, wij staan hier niet mee in contact met ander oppervlaktewater. Dus je krijgt geen ander verontreinigd water hier binnen. En dat is het voordeel hier.